John, begrijp je wat van de euforie bij de supporters over de hoge klassering van PEC Zwolle? Nou ja, ik denk het wel. Het is leuk dat we het goed doen. Maar wij zijn met de bekerwedstrijd nu bezig. Hè? Ja. Nee, maar intern lijkt er vooral heel erg nuchterheid en bescheidenheid te zijn. Want Marcelle zei van ja, we hebben een redelijk makkelijk programma gehad. Straks komen er nog moeilijkere wedstrijden. En de voorzitter zei meteen, ja, de doelstelling blijft om niet te degraderen. Het lijkt haast de bodem om een beetje blij te zijn van die hoge klassering. Nou, we zijn echt wel blij. Maar we beseffen ook wel dat, dat het nog een lange weg is. En gewoon onze dingen moeten blijven doen. En het moet ook realistisch zijn. Ja, we zullen echt wel een paar tikken gaan krijgen. Maar we willen dat zo lang mogelijk voorkomen en uitstellen. En ook nog beter worden en groeien. En, ja, dat is dus elke keer maar weer afwachten. We weten dus niet waar we precies zullen eindigen. We weten wel wat we tot nu toe hebben gedaan. En dat is positief. En dat heeft tot nu toe geresulteerd in een hoge klassering. Dus dat is het enige wat bij ons bezighoudt. En we zijn niet bezig met de klassering. En natuurlijk, het is leuk. En ik begrijp ook dat supporters dat hartstikke leuk vinden. Want dat vinden we zelf ook erg leuk. Maar ja, de realiteit is gewoon dat je daarin weer verder moet. Je kan niet stilstaan en feest gaan vieren, want de competitie is pas 9 wedstrijden ver. Ja, nou ja, dat realisme komt ook van pas voor de bekerwedstrijd. Want dan gaan jullie dus niet naast je schoenen lopen, denk ik. Nee, er zijn genoeg voorbeelden geweest, ook in de vorige rondes. Hoe dingen kunnen lopen. En Kozakken Boys hebben we op een goede manier voorbereid. Dus we zullen daar op een voor ons de normale manier mee omgaan. En dat is, we hebben getraind, we hebben morgen een normale voorbereiding. En willen natuurlijk de volgende ronde behalen. Het is een finale wedstrijd. Het is weliswaar niet de finale, die kennen ze hier. Maar het is wel een finale wedstrijd. Dat wil zeggen dat er maar één ploeg door. Dus je moet dat gewoon heel goed benaderen. De Meern werd een hele makkelijke wedstrijd voor jullie. Verwacht je dat het morgen wat moeilijker gaat worden? Dat verwacht ik wel. Kozakken Boys is een goede ploeg. Die hebben ook in het verleden goede resultaten behaald in de bekertoernooien. En we hebben ze bekeken, we hebben beelden gezien. Dus ja, nogmaals, we benaderen dat op een hele professionele manier. Bij die vorige wedstrijd tegen de Meern heb je wat spelers gewisseld, zeg maar, die normaal wel een basisplaats hebben. Hoe ga je dat nu doen? Ja, ik heb dat toen gedaan. En je ziet nu ook de spelers in verhouding tot wanneer we de competitie zijn begonnen, zijn er ook weer een aantal andere spelers die inmiddels ook wel wat wedstrijden spelen. Nou, Ricky Dekker, Frère, Piotr is weer terug. Dus ik zie niet zozeer van nou, dat er wat spelers dan misschien minder zijn. Of, nee, het heeft dan meer te maken met rust of even vooruitkijkend naar misschien een week of weken die we hebben gehad. Maar wij zullen niet veel veranderingen doorvoeren, want we willen niet een totaal ander team op het veld hebben. Wat ga je wel veranderen? Een aantal posities. Maar daar ga je geen nadere mededeling over doen, begrijp ik? Nee, dat is niet nodig. Dat zie je morgen wel. Ja. Hoe staat de ploeg er fysiek voor? Je komt net uit het medisch overleg. Goed. De enige die op dit moment is Stef. Stef Nijland, die heeft zoals we weten een kleine terugval. Maar het gaat goed. Dus hopelijk kan hij misschien aansluiten eind van de week. En anders denk ik dat hij zeker volgende week wel weer erbij is. Wat is de belangrijkste opdracht die je ploeg mee gaat geven? Volgende ronde halen.